een bruiloft met een bord bij het buffet. Er zijn wel 100 schalen eten neergezet. Maar door die overvloed weet ik niet goed waarvoor ik kiezen moet. Ik zet mijn bord weer weg en rook een sigaret. Een meisje zag me twijfelen, daar komt ze naar me toe. Ze zegt, doe toch gewoon zoals ik doe. Je moet pakken, 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 pakken wat je pakken kan. Pakken, 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 pakken wat je pakken kan. Vraag niet naar dit hoe of wat, maar profiteer ervan. Welkom allemaal, welkom, goedenavond allemaal. Ik zeg goedenavond allemaal. Het is vanavond welkom, welkom hier in de kennismakerij. Wie van jullie is hier voor het eerst in de kennismakerij? Ja, daarom heet het ook zo, hè? Je moet pakken, 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 pakken wat je pakken kan. We hebben vanavond een heel programma samengesteld. Rondom eigenlijk een iets wat voortvloeit uit iets wat vorig jaar gepresenteerd is. Dat is dit blad, de Quiet 500. Ralf hier, ja. Ralf Embrechts, een van de initiatiefnemers van de Quiet 500. De Quiet 500 is in oktober 2013 uitgekomen. Dat is er sindsdien gebeurd. Ja, een soort rollercoaster in alle aandacht die we hebben gehad. Maar wat het belangrijkste is dat we armoede gezicht hebben gegeven. En op allerlei verschillende manieren. En er zijn miljonairs op ons pad gekomen. Daar hebben mensen zelf iets gedaan in armoede. En ja, armoede is weer een thema geworden. En daar hebben wij een beetje bij geholpen. Je moet pakken, 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 pakken wat je pakken kan. We hebben €50.000 opgehaald voor de twee goede doelen. Hè? Ja. Broodpater Poels en de Tilburgse Voedselbank. Dat is een concreet doel. Maar we zijn ook met de miljonair een miljonairsplan aan het maken. En dat verwachten we in het eerste kwartaal van 2015. Daar kan ik nu nog niks over zeggen, maar dat kom ik jullie graag vertellen. En een van de dingen, en dat doen we vanavond hier, is dat wij heel veel lezingen hebben gegeven. Van mensen vroegen, vertel nou eens wat jullie met die Quiet hebben beoogd. En daar hebben we altijd samen met Erik hebben we die lezing gegeven. Ik denk 25, 30 lezingen in het jaar. Volgende week ook weer. Dames en heren van de vereniging, voor basisinkomen Ad Planken. Maar ik spreek hier namens de Vereniging Basisinkomen. En die zet zich in voor de realisatie van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Maar of we dat kunnen realiseren, dat hangt heel erg af van of het ons lukt om zoveel mogelijk mensen vertrouwd te maken met het idee van basisinkomen. En wat het is, en ze er enthousiast voor te maken, zodat er een massale volksbeweging eigenlijk tot stand komt. Die dan, ja, als het niet anders kan, via een vorm van directe democratie uiteindelijk een basisinkomen zou moeten afdwingen. Je moet pakken, 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 pakken wat je pakken kan. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat je iets kunt hebben. Het lijkt al gauw alsof je het al jaren had. En onvoorstelbaar dat je het ooit niet bezat, want zo'n herinnering dreigt spoedig weg te ebben. Het lijkt zo vanzelfsprekend om immuun te wezen voor wat een ander niet bemachtigt, koopt of heeft. Je moet pakken, 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 pakken wat je pakken kan. Mijn verhaal is echt mijn verhaal. Heel persoonlijk, met punten en komma's. Dat iedereen gewoon mee kan voelen wat het betekent in jouw huishouden. Van als je daarmee van doen krijgt. Ja. Dat is maar een voorbeeld. En hoe is het afgelopen jaar voor jou geweest als ervaring? Druk. Veel dingen in die sfeer gedaan natuurlijk. Veel nieuwe ervaringen opgedaan. Radio, tv, met journalisten aan de slag. Dus mijn ding was mijn ding nooit. Maar... Hij is een bekende Brabo geworden, hoor. Dus goed. Ik heb er gewoon druk mee gehad en vind het prima zo. Je moet pakken, 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 pakken wat je pakken kan. Er zijn te veel kansarmen en misdeelden. Natuurlijk is er recht op bijstand, ach, de pleister op de wond die niet had mogen bestaan als mooie dromen niet vervlogen waren. Dat is de trieste waarheid. Mag ik mijn pakket? Ik vraag geen mededogen, maar rijkdom, zie de armoe onder ogen. Dat is mijn gedicht. Wat hoop je dat deze avond voor resultaat gaat hebben? Nou, wat ik in ieder geval hoop is dat ik ook hier weer een stukje bewustwording bij de mensen teweeg breng.
Hè, en nu al met andere mensen erbij. Wat wel heel bijzonder is, dat er hier vanavond dus mensen zijn die in dezelfde positie zitten als ik. Dat is heel raar voor mij, want ik hoef die mensen eigenlijk niet te vertellen wat armoede is. Er zitten hier dus heel veel verschillende verhalen. Ja. Dus ik ben erg benieuwd hoe dat vandaag gaat ontwikkelen. Dus wat is er gebeurd? Een familielid heeft gezegd van, Erik, maak je niet druk. Hier heb je het geld, betaal af, klaar. Ik heb nu alleen nog een emotionele schuld. Geen fysieke schuld meer, want ik hoef het ook niet meer terug, ook naar die persoon niet. Maar het voelt natuurlijk niet lekker, hè? Maar het is nu een 20-delig servies geworden. Het is mooi, collectors item. Die 20 euro deed het heel goed. Wie biedt er ook 20 euro voor deze tas? Hierin, dames en heren, zit het winnende lot. Wie? Ja, hartstikke goed. Hier aan deze kant 20 euro geboden. Dat gaat hartstikke goed. Dus hou even bij. Je moet pakken. Maar wij zijn heel trots op dat Erik dat heeft willen doen. Want hij is wel voor ons als Quiet een boegbeeld geworden. Ja. En dat heeft heel veel teweeg gebracht. En we blijven het gewoon samen nog doen. En vanavond hier in Tilburg. Pakka, 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 pakka.